Als ik een sporthal zie, of als ik daar ben, of ik hoor de geluiden ervan, of ik ruik de geur van zo'n oude gymzaal, dan... Dat is echt thuis. Dat kan me, waar ook de wereld, kan me dat op een bepaalde manier emotioneren. Altijd is dat een thema geweest in mijn jeugd, dat ik altijd te groot was. Als ik ergens binnenkwam, had ik altijd het idee dat ik onhandig was. Op het moment dat ik op de schoolfoto moest, moest ik altijd of vooraan liggen of achteraan staan, want anders was het plaatje was anders gek. En toen was iemand waarvan ik later weer hoorde dat hij echt al 40 jaar in de basketbalwereld zit. Die zag me binnenkomen en een beetje zoekend kijken. Dus die zei meteen van, hé, hey, kan ik je helpen? En ik wil een keer mee trainen. En die zag natuurlijk enorme potentie in mijn lengte. Dus toen ben ik gaan basketballen en dat is grof uit de hand gelopen, kunnen we wel zeggen. Mijn opa en oma waren 50 jaar getrouwd, gaven een groot feest en daarvoor ging mijn outfit shoppen. Dus ik was met mijn moeder in Den Bosch volgens mij. En hadden ze schoenen van Michael Jordan, de beste basketballer van de wereld, al 10 jaar en noem maar op. Dus ik dacht, oh ja, die schoenen die zijn vet, maar die waren €130. Dat vonden mijn ouders wel een beetje gortig. Dus ik heb toen met mijn 14-jarige hoofd €30 zakgeld er tegenaan gegooid, wat toen voor mij echt een godsvermogen was. En ik had die doos gewoon op schoot en ik denk echt dat ik misschien wel 10 of 20 keer die doos openmaken, papieren netjes omvouwen, schoen eruit halen. Naar de details kijken, oh dat rood is wel heel strak, oh die stikselrand, oh die is dubbel, ah dat is vet. Oh dat Jordan logo, dat is helemaal opgeborduurd, dat komt er bijna uit, oh wat gaaf, weet je. Dus al die hele esthetische dingen eraan, die vond ik blijkbaar al super interessant. Het is gewoon, hier is alles mee begonnen, toch? Zo is gewoon dat originele ding, die moet er altijd bewaard blijven, in welke vorm dan ook. Maar het zijn toch gewoon schoenen? Ja, voor jou. Voor mij niet.